Een wereldwijd tekort is de droom van elke belegger. Ik leg je in deze video uit waarom. Het proces is zo simpel dat iedereen het kan en er miljoenen mee worden verdiend. Omdat er minder aanbod is, gaat de prijs voor de consument omhoog bij een tekort. Doordat de prijs omhoog gaat, verdient een bedrijf meer. Verdient een bedrijf meer, dan worden de aandelen populair en zullen ze ook stijgen. Als belegger kun je dus ideaal inspelen op een tekort. Maar. Waar vind je zo'n tekort? Heb je er een gevonden de afgelopen tijd? En hoeveel had je kunnen verdienen als je er wel een tekort had gevonden? Ik zal je een geheimje verklappen. Er is momenteel een tekort wereldwijd in de chipsector. Dat was niet een heel goed geheimje. Dit wordt wat beter. Het tekort gaat namelijk nog een lange tijd aanhouden, dus er is genoeg tijd om mooie winsten te maken. Die was al beter, hè? En nu komt het beste geheim. Ik weet precies alle ins en outs van de chipsector, plus waar de kansen liggen op winstgevende aandelen. En ik ben bereid om het met jou te delen. Ben jij klaar om eindelijk geld te verdienen op de beurs? Ik heb een waardevolle en gedetailleerde handleiding voor je geschreven met daarin alles over de chipsector en welke de kansrijke aandelen zijn. Je kunt deze handleiding nu tijdelijk gratis downloaden via de onderstaande link. Ook krijg je er een gratis online training bij zodat alles meteen duidelijk is. Download de professionele handleiding plus online training nu tijdelijk helemaal gratis via de onderstaande link en begin direct met het profiteren van het tekort aan chips.